Dames en iedereen die luistert, mag ik een groot applaus voor de Curbo! Met zonnebril, daar is die. Het is er ook wel het weer voor natuurlijk. Zeker, maar dat niet alleen. Want die keurende middag zonnebril, die je dus kunt winnen. Ik moest ervoor betalen, maar je kunt hem niet winnen als luisteraar. We zijn er dus in twee colors, in two colors. Dat is de naam van een band trouwens. In het groen. Maar vandaag willen we die natuurlijk zoveel mogelijk in de gay kleur hebben. In de pink. Want wij draaien de aankomende 3 uur uitsluitend muziek uit de LHBTIQ en de hele lettersoep gemeenschap. Ja. Dus van de Pet Shop Boys, die zo vrouwelijk als mijn zuster zijn, die hadden beter de Pet Shop Girls kunnen heten, wat mij betreft. Maar de lijst is eigenlijk eindeloos. Joe Jackson zit erin bijvoorbeeld. Slow Violen. Oh nee, dat is de laatste. dat zit er allemaal in. Jean Gu zit erin. Soft Cell, My Tainted Love. Het is, de lijst is zo lang als man. Daarnaast, leuk om te weten, is het natuurlijk heel bijzonder. Gaan wij het 3FM festivalkleedje weggeven. Oh, dit vind ik wel even, niet leuk. Dit. Hoezo niet? Nou, wij zijn. Dit zou pas veel later zou dit gepriemd worden. Dit. Ja, klopt. Maar de leiding heeft besloten om dat weg te geven in het best beluisterde programma. Dus vandaar dat ze bij mij terechtkwamen. Dus als jij ook je best gaat doen. Nee, hoor, schat. Verderop, dan gaan we het hebben over de kijkcijfers. Programma's waar ik me bijvoorbeeld enorm aan erger. Daar gaan we over praten met Tina Nijkamp. Tina Nijkamp, ja. Wat zijn dan programma's waar jij aan ergert? Gijs en Marcel vind ik verschrikkelijk. Oh ja. Dus ja. Daar heb ik daar nog wel iets over te zeggen. Gerard Joling wil graag langskomen. Ik ben nog in conclave met hem. Ik zeg, het mag wel als je belooft niet te zingen. Ja, ja, jij wilde Johnny Jordaan horen, heb ik begrepen. Het verhaal gaat dat Johnny Jordaan inderdaad, dat was bekend, hij was homo. En dat Piketanesie, het is geen drankie, maar dus inderdaad Piketanesie. Heb jij als jeugdige jonge vent wel eens geëxperimenteerd? Nee. Nee? Nee, nou niet daarmee. Nee. Nee. Ik denk dat Ivo niet veel verder komt dan een Jos Blinky. En door. Tot de volgende keer maar weer. Dit was een programma in de zendtijd voor...